kogel is door de camper. Dus in plaats van de kogel door de kerk is die door de camper. Ik heb mijn camper vandaag te koop gezet op Marktplaats. En ik heb inmiddels een nieuwe bus gekocht. Die laat ik jullie straks zien. En nou, bezig met natuurlijk het leeghalen van spullen uit mijn camper. En mocht je geïnteresseerd zijn, kijk even op Marktplaats. Buscamper, Renault Master, dan vind je hem gelijk. En ik ben heel benieuwd hoe dat dan verder gaat. Nou, en dit is hem dan. Mijn nieuwe Renault Master. En zo ziet de binnenkant eruit. Ja, daar is een soort kastje gemonteerd. Dat ga ik er natuurlijk uithalen. En hier zit ook zo'n bovenraampje. Het is eigenlijk wel super dat er al in zit. Het is de binnenkant weer. Zij is 1,70 meter hoog, dus ik kan er niet in staan. En dit is ook wel grappig. Dit is dus een uitlaat. En daar staat op, ik weet niet of je kan lezen, planaar. Dus dat moet een uitlaat geweest zijn van een dieselkachel. En hier zie je twee bussen achter elkaar. Ja, je ziet wel verschil, hè? Die gele is een stuk hoger en een stuk langer. Maar ja, dat heeft ook zijn voordelen, zo'n kleine bus. Nou, en natuurlijk mocht je iemand weten die geïnteresseerd is in een camper. Ik ben ook altijd bereid om over de prijs te onderhandelen. Want ik vind het ook leuk als iemand er straks met veel plezier in gaat rijden natuurlijk. En ik ga jullie op de hoogte houden van de inbouw in de bus, in de nieuwe bus. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben tekening aan het maken, indeling en van wat is handig en hoe wil ik het doen. Trouwens, ik zet deze gele camperbus te kopen, inclusief dieselkachel, inclusief zonnepaneel, inclusief accu. Als je dat allemaal wil, dan komt er natuurlijk iets bij de prijs bij. En anders haal ik die dingen eruit en ga ik dat allemaal weer installeren in de nieuwe bus. Ik houd jullie op de hoogte. Tot de volgende video.